Ja, zeker. Het is inderdaad Orlando City. Het is in Amerika, een mooie stad in Florida. Ja, natuurlijk, de klimaat is natuurlijk ook wel anders. De MLS is ja, super mooi. Je ziet dat het heel erg aan het opgroeien is. En ja, ik vind dat een super mooie uitdaging voor mij. De interesse die was er eigenlijk al gekomen, ook weer in december. En ja, ik heb met de club hebben afgesproken dat we, ja, dat we de maand januari nog even volle gas zouden geven. We hebben begin januari met Sylvester gezeten en afgestemd, afgesproken dat de maand januari super belangrijk was. Vanwege de vele wedstrijden en de belangrijkheid van die wedstrijden. Daar zijn we goed doorheen gekomen. Sylvester heeft daar ook gewoon keihard in geknokt en zichzelf laten zien. En daarin belangrijk geweest. Ik denk dat we ook hele mooie resultaten hebben behaald in januari. En ja, toen hebben we, na dat zijn we eigenlijk gaan praten. En toen is eigenlijk alles heel snel gegaan. Ja, de competitie daar begint in april, de voorbereiding begint binnenkort. Dus nu ontstond er een beetje een natuurlijk moment om voor hun om de transfer te doen. En ja, we merkten ook wel aan Sylvester dat hij daar echt naar snakt. Dus ja, in de internationale voetbalwereld als deze is dan dit het moment. Hoewel het natuurlijk gek is dat het bij ons nog in het seizoen is. En bij de thuisploeg maakt Sylvester van der Water zijn debuut. Dat is een goede bal, dat is een hele goede bal. Dat is het doelpunt. Wat schitterend gedaan. Ah, dat is een mooie spot en een mooie goal ook. Een hele mooie goal van Van der Water. Van der Water, jawel. Van der Water, schitterend uitgespeeld. Ja, ik heb zeker een mooie tijd hier gehad, inderdaad. Ja, het mooiste wat ik toch heb meegemaakt is de derby bij Twente uit. Ja, dat was echt zo mooi, dat was niet te geloven. En na de wedstrijd alle supporters en ja, ik ben ze daar natuurlijk ook echt super dankbaar voor. Ik had het nooit meegemaakt en ja, het was super mooi. Ja, Sylvester is natuurlijk is 3 jaar geleden hier gekomen, bijna 3 jaar geleden. Gedetecteerd door de scouting en destijds ook door Marc-Jan, die hem deze kant op hebben gehaald. En eigenlijk weer een typisch geval van een 1 niveau lager gekomen. Zijn tijd nodig gehad in het begin. Misschien wel langer dan hij aan de voorkant gedacht had. Maar dat hebben spelers gewoon nodig, dat zie je ook bij Sylvester. Natuurlijk de andere speelstijl, bij Almere was meer aanvallend. Nou, hier ging je natuurlijk ook verdedigen en aanvallend spelen. Ja, ik denk dat ik daar heel veel heb van geleerd. Ik ben fysiek ook wel wat sterker geworden. Mentaal word je ook sterker en je wordt ook slimmer in je spel. Dus ik ben wel echt super blij dat Heracles mij deze kans heeft gegeven om mij verder te ontwikkelen. Vorig jaar kwam hij ja, hartstikke goed doorheen. Had hij een hartstikke goed seizoen met goals, met assist, met dreiging. Dit seizoen heeft hij dat in absolute zin wat minder gehad, maar was nog steeds heel belangrijk. En heeft zich daarmee in de kijker gespeeld. En ja, daarmee voor zichzelf en voor ons weer een hartstikke mooi bewijs. Ja, dat spelers hier het goed kunnen doen, waardoor we goed kunnen presteren. Ja, en uiteindelijk toch weer een speler verkopen. En daar zijn we natuurlijk ook wel trots op. Dat ik ja, echt mooie momenten heb gehad hier. En dat ik echt kan terugkijken op een mooie 3 seizoenen hier bij Heracles. Het is hier midden in het seizoen en in Amerika begint het seizoen in april en de voorbereiding volgende week. Dus daar is het juist een logisch moment. Nou ja, we hebben daarin meegedacht. Ook omdat we ja, zien in de ploeg in de laatste periode hoeveel energie er in de ploeg zit. De selectie is breder geworden, sterker geworden. Dus ja, we hebben ook, en ook met de trainers besproken, veel vertrouwen in de groep die er staat. En willen ook gewoon met de groep die we hebben volle focus op die wedstrijden. En vandaar ook dat we hebben besloten, nou, dan is het goed dat Sylvester per direct daaruit gaat. Beste supporters, natuurlijk is volgende week de derby tegen FC Twente. Natuurlijk is dat altijd mooi. En ik weet zeker dat we moeten winnen. Want daar draait het om in Almelo. Alleen de derby natuurlijk.
Helaas, bij deze afscheid kon ik het helaas niet meer doen met de fans in het stadion. Maar ik ben jullie altijd dankbaar. En ook echt dankbaar dat jullie met z'n allen de club hebben gesteund. Super bedankt voor alles.